We zijn op winkelcentrum De Lijns in Zoetermeer. En in dit winkelcentrum doen wij aan afvalscheiding in 2 en 3 fracties. De vraag was, kunnen we iets met gescheiden afval doen? In de thuissituatie doen we dat als gemeente al. En dat wilden we doortrekken naar op straat om het gedrag te bevorderen en te verbeteren. Dan is het eerste wat je wel doet, is kijken naar een geschikt winkelcentrum. Zoek contact met de winkeliersvereniging, met de winkeliers. Want als je dat samen doet met degenen die ook verantwoordelijk zijn voor het hele gebied, ja, dan heb je beter resultaat dan wanneer je op je denkt van nou, ik zet een bak neer en het zal wel gebeuren vanzelf. Toen hebben we eerst een nulmeting gedaan. Kijken hoeveel zwerfval ligt er nu op straat, waar ligt het. Toen zijn we een aantal mensen gaan interviewen. Hier hebben we 75 mensen geïnterviewd of er een draagvlak was om afval te scheiden. Die was er. En toen hebben we de proef doorgezet met de gemeente. Ja, we hebben heel goed gekeken naar hoe zit het winkelcentrum in elkaar, hoe zijn de loopstromen. En we hebben de prullenbakken zo geplaatst dat ze in de loopstroom staan. En dat je op basis van de loopstroom dus automatisch gaat scheiden. Restafval zit achterin, want dat is het laatste deel van het proces. We willen zo min mogelijk restafval. Anderzijds hebben we ook gekeken naar welke kleuren worden er in het land gebruikt met een stuk bevestiging erbij. Je ziet de sticker op de voorkant. Je ziet het onder de inworpopening staan en de inworpopening zelf heeft ook nog eens de oranje kleur of de blauwe of de grijze kleur, waardoor je 3 keer bevestigd wordt dat je het in de goede fractie gooit. Wij attenderen de mensen hier die op het terras gaan zitten als het zonnetje schijnt er ook wel een beetje op natuurlijk. Wij gebruiken merendeel plastic en papier en wat wij dan zien is dat ze ook wel echt in de plastic en papierbak alles gooien. Daardoor hebben we toegemerkt dat het gewoon minder zwerfafval is, wel nog wat peuken, maar ja, rondom de 25 meter van je zaak moet je wel opruimen zelf, dus dat doen we zelf. De afvalscheiding wilden we uitrollen ook langs de snoeproute en hebben de bakken in dezelfde kleur gedaan zodat de herkenbaarheid behouden blijft. En door het plaatsen van extra bakken is het zwerfafval wel verminderd, alleen de scheiding is nog niet echt goed, dus daar moeten we nog meer aandacht aan besteden. We hebben het getest met 2 en 3 fracties, omdat de fractie papier en karton is een lastige fractie, in die zin hij is snel vervuild. Maar we wilden wel ervaring opdoen hoe dat in een winkelcentrum gaat. Of daar voldoende aanbod voor is en of die zuiver genoeg is om te gebruiken. Nou, dat is tot op heden nog niet helemaal voldoende gebleken. Dus daar moeten we nog een verbetering op uitvoeren. Maanden daarna hebben we gemeten hoeveel afval wordt er dan weggegooid. Ligt er minder zwerfvuil en er lag beduidend minder zwerfvuil. En er wordt opvallend goed gescheiden. Er mag 5% vervuiling in zitten in de PDB-bakjes. En dat is minder dan 5%.